Danielle Beckering, je zevende overwinning hier op de Weidsche en je tweede in een 200. Maar een zegen waar je onderweg niet meer op gerekend hebt, denk ik. Nee, zeker niet. Ik viel zelf al in de eerste 100 kilometer. En ja, de wedstrijd liep natuurlijk best wel apart. Yvonne is gewoon goed. En op een gegeven moment 2 minuten 50 dacht ik van, nou, dat is ver. Maar we komen er toch uiteindelijk met een goed groepje achter. Want ik Cindy en Jolanda het om en om van mijn ploeg geprobeerd. En toen was Cindy nog alleen weg en sprongen Hilde en Marlene naartoe. En ja, het was even aarzeling in de peloton en ik denk van, nou, het is nu of nooit. En eigenlijk ja, was dat ook wel, ja, wel een heel goede groep, omdat we allemaal wel hetzelfde ja, instelling hadden. Van gewoon eerst maar eens rijden om peloton voor te blijven. En dan vervolgens maar zien hoe ver je komt. En ja, dan komt de laatste 20 kilometer, kom je toch steeds iets dichterbij. En blijkt denk ik dat Yvonne toch haalbaar is. Ja, dan eindig je inderdaad alleen met Yvonne Spicht. En reken je jezelf dan al een beetje rijk in die laatste kilometer? Nou, nee, want ze zijn niet voor niks 70 kilometer vooruit gereden. Hè. Ze zijn echt wel goed. En kijk, er stonden ook, wat ik zei net, van, er stonden 10 mannen in een fixjas. En die riepen al, Yvonne, blijf achter en sprinten. En ik denk van, ja, gewoon heel geconcentreerd blijven. Juist omdat het natuurlijk al zo lang geduurd heeft. En het zou toch heel zuur zijn als je dan de laatste kilometer in de scheur belandt. Maar nee, gelukkig ging het allemaal goed. Je wint de sprint, je bent kapot als je over de finish komt. En dan zie je je ploeggenote Cindy van den Berg, die echt helemaal van de wereld is. Ja, dat was een beetje déjà vu, want zo kwam ik vorig jaar over de finish. Maar ja, gelukkig was ik nu ietsje fitter. Ik bedoel, ja, natuurlijk 200 blijft ver. En ik wilde wel heel graag snel mijn schaatsen uit, want de voeten deden heel zeer. Maar voor de rest, ik kwam er ook steeds beter in de wedstrijd. En de laatste 25 kilometer ga je er ook steeds meer in geloven. En ik kon gewoon goed mijn slagen afmaken. En als je weet dat je voor de overwinning rijdt, dan krijg je net iets extra's. En als je dan ziet dat ze inderdaad zo diep gaat voor jou, kenmerkt dat ook een beetje de teamgeest in jullie ploeg? Ja, ik denk het wel, want we hebben gewoon echt allemaal super goed gereden. En niet alleen vandaag hoor, ook met ONK en ook met AKM. En het team draait gewoon als een speer. En het is gewoon mooi om dat in ieder geval met een klinkende overwinning te kunnen afsluiten.